Dus ik heb ook vrij basic dingen. Ik gebruik van hele bijzondere dingen. En daarom maak ik eigenlijk deze video. Omdat ik dat heel erg weinig zie op YouTube. Het is altijd full on glam. Of supernatural. Maar dan heb je 1000 dingen nodig. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn quick ready make-up routine laten zien. Doe het vandaag, want dit is meestal de routine die ik door de week doe als ik kinderen naar school moet en als ik weinig tijd heb om mijn make-up te doen. En vandaag zijn ze er niet. Dus je kan zien, sta ik in het badkamertje bij de keuken. Dat is waar ik normaal gesproken mijn make-up doe. Want zijn de kinderen aan het eten of nog aan het herkauwen of hun spullen aan het pakken. Dan kan ik even snel mijn make-up doen. Ik heb hier dus gewoon ook een tasje staan. Even bijpakken. Hier zitten al mijn essentials in. Ik gebruik echt vrij weinig, dat wil ik even een disclaimer geven. Ik ben geen make-up guru, ik ben niet een visagiste. Ik ben gewoon een moeder met een huid die redelijk zichzelf gedraagt. Weinig puistjes, weinig oneffenheden. Nu is het een klein beetje rood, half ontslapen, half omdat ik gisteren rood heb gezeten. Dus ik heb ook vrij basic dingen. Ik gebruik van hele bijzondere dingen. En daarom maak ik eigenlijk deze video, omdat ik dat heel erg weinig zie op YouTube. Het is altijd full on glam of supernatural, maar dan heb je 1000 dingen nodig. Heb ik allemaal niet. Ik heb ook allemaal hele goedkope dingen. Ik doe wel even mijn haar uit mijn gezicht. Want het is nog half aan het drogen. En ja. Yeah. Wat ik heb gedaan wat jullie niet hebben gezien. En dat ik eigenlijk iedere ochtend doe. Of het nou make-up dag is. Die dag make-up draag of niet. Is ik maak mijn gezicht schoon. Doe ik gewoon van de ethos. S'avonds doe ik het met de foam. Ik zal het even uit. Onder de douche doe ik altijd de cleansing foam. En dan doe ik daarna de milk en de tonic. S'ochtends doe ik eigenlijk altijd alleen maar de milk en de tonic. Om mijn gezicht even op te frissen. En dit is echt maar zomaar basic. Dus ik begin met, als ik dat kleine testje kan doen, met mijn concealer. Dit is de One Drop Coverage van Catrice. Die haal ik gewoon bij de kruidvat. Beetje schudden, beetje zo. Ik doe ook alles met mijn vingers, dus maak je daar alsjeblieft niet druk over. Maar dat gaat gewoon het allersnelst. Dit doe ik eigenlijk gewoon een klein beetje over die zwarte kringen onder mijn ogen. Ik heb geleerd dat je dat altijd in een driehoekje moet doen. En nee, ik steek mijn wintervinger naar jullie op, maar omdat je, als je een driehoekje doet, dan verminder je ook het idee dat het wat opgezet is. Wat het bij mij wel altijd is. Dus altijd een beetje in een driehoekje. Ik heb hier een klein vlekje zitten, dus die ploppen we even weg. En meestal pak ik mijn neus mee als ik wat verkouden ben, zoals nu. Dan is mijn neus altijd wat roder, dus. Ik heb nogal gauw last van roodheid in mijn huid. En dan komt het hier zo'n beetje. En dan doe ik nog niet een poeder. Ik weet dat heel veel meiden een poeder dan al doen. En als ze het dan gaan baken, doe ik niet. Ik pak nu de HD Liquid. Dus de HD Liquid Coverage Foundation van ook van Catrice. Die hoort bij elkaar. Deze zijn bij allebei in de kleur light beige. Dus één tintje boven wit. Ik geloof dat je nog een tintje lichter kan, dat is ivoor. Ik pak het gewoon met een pipetje en ik doe daar een beetje van op mijn vingers. Ik denk dat dit voldoende moet zijn. En dat doe ik gewoon alsof het mijn dagcreme is. Die van L'Oreal. Dit is de, ik weet niet of ze die nog verkopen. Dit is van Colourish. De Golden Black Pack. Ik heb deze van Revolution, de Rose Gold. Super cute. Ik heb ook... Ik heb er nog zo eentje van Morphe toen mijn haar paars was. Ja, mijn haar is paars geweest. Had ik de paarse, of de purple edition, I think. Dit is de purple edition. Ik weet niet welke edition dit is. Dit is denk ik de taupe. Je kan zien welke tint ik gebruik, maar goed die. Voor nu gaan we denk ik de helft van de taupe doen en de helft van de webline. Oh, hier zo. Dan pakken we een kwastje. Ik gebruik bijna geen eyeliner. Ik ben ermee gestopt toen ik wimper extensions had. Ik gebruik deze voor zo'n kwastje, simpel kwastje. Maar ik heb dus wimper extensions gehad en daar kan je dus eigenlijk geen eyeliner mee doen. Heel soms heb ik nog een liquid eyeliner, maar ik merk wel dat ik de eerste dag zit die net te hoog. En de tweede dag zit die goed en dan heb ik aan de onderkant van een lijntje, die moet ik dan weghalen. En aan de derde dag ben ik er klaar mee. En dus zeg je, maar je doet het jaar je gezicht om te wassen. Ja, maar dat lijntje krijg ik dus nog niet goed weg. Vandaar. Dus nu doen we gewoon eventjes. Ik pak deze. Ik pak altijd heel licht. Want ik hou meer van een neutrale look. Dus ik doe het ook altijd aan deze kant. Heel erg erin. En dan de andere kant ook.
Dat klein beetje hier ook. Dan. Gewoon in die boog duwen. De reden dat ik het trouwens doe als de kinderen er niet zijn, is want als de kinderen er wel zijn, ik neem van 10 keer ook hier een klein meisje heb staan die de haar wil doen. En dan moet ik nog eens een jongetje voorbij huppelen die ook van alles en nog wat van zijn moeder wil. Dus dit is vaak, dit duurt misschien maar een paar minuten. Maar als de kinderen tussendoor komen, duurt het echt wel langer. Dan pak ik waarschijnlijk nu deze. Snel, wat kleur. Ik denk dat je het sowieso gewoon voor jezelf moet bepalen wel. Want dit is niet per se van creëer deze make-up look. Dat is gewoon puur hoe ik het doe. Kinderen. Maar dan zonder kinderen. En dan doe ik het hier in die boog rutten. En dan doe ik altijd eventjes met de donkerste kleur even aan de onderkant. Zo. Ik doe een heel klein beetje met die bijvoorbeeld normaal gesproken wat ik hierin zou doen. Doe het een klein beetje aan deze kant. Een klein beetje oplichten. Als ik net een beetje te veel contrast heb. Dus meer zo. En dat vind ik wel prima. Dan heb ik twee soorten mascara. Ik geloof dat ze allebei van de Ethos zijn. Je hebt de Seduce Me. Dat eronder is een lange vanaf. De Seduce Me. En de Fear Me Fabulous. Volgens mij hebben ze ze allebei nog. Weet ik echt niet. Meestal ga ik nu voor die. Ligt er ook een beetje aan hoe mijn wimpers zijn. Dit is de kwast die ik gebruik voor mijn lichte poeder. Ik heb dus wel, dit is van Catrice, de Nude Illusion Loose Translucent Powder. Dit is waar de meeste mensen waarschijnlijk mee baken. Ik doe het eigenlijk niet heel erg. Ik doe het eigenlijk alleen maar om het ergste glibbertje weg te halen. En om te zorgen dat mijn concealer niet heel makkelijk in die vouwtjes zit. Maar ik doe het dus niet echt bakken. Ik gooi het er gewoon even zo overheen. Wij spreken nog even net wat lichter wordt. En dan, tada. Ik gebruik de Morphe 9 PZ palet. Bronzer palette. Je kan zien dat ik deze heel veel gebruik. Ik gebruik nu heel graag deze. Die is iets matter en dat doe ik eigenlijk gewoon een beetje zo. Die. Ik hoop juist aan raken. Er was een tijd dat ik dat echt helemaal precies op dat lijntje deed. Tegenwoordig doe ik het echt niet. Het is meer om een beetje definitie aan mijn gezicht te geven. Zeker omdat ik vrij lichte foundation heb. Dat ik niet gewoon een soort van taartlaag ben. Voorheen deed ik ook wel eens zo langs mijn neus. Maar dus als we echt full out gaan, doe ik dat nog wel. Maar als ik zomaar mijn alledaagse gezichtje heb, dan vind ik dit prima. En dan heb ik nog van Unicorn Heart. Ik vind van Unicorn Heart, dat staat erop. Maar dit is van het merk. Ik denk van Revlon ook. I Heart Makeup. Unicorn, kijk eens. Oeh, heel cute. Ze hebben deze wel, dus dit zijn highlights, die hebben ze in verschillende tinten. Dus ze hebben ook de Dragon Heart en de Mermaid. Mermaid is wat meer blauwig, een beetje meer koele tint. De Dragon Heart is echt voor als je een beetje bronzig van jezelf bent. En deze is volgens mij gewoon een beetje voor als je heel erg houdt van unicorns. Ik vind deze gewoon heel translucent. Deze is gewoon een beetje wit gebaseerd. Ik doe vanaf mijn... Ja, het is dat eyebrow. Wenkbrauw. Tot over mijn kaak. En dan vaak een klein beetje over hier. En een klein beetje hier. Daar gebruik ik ook weer zo'n waaikwastje voor. Ik weet niet hoe zo'n kwastje heet. Laten we wel deze. En dan nog. En wat ik zelf doe is... Ik heb de Vaseline lipbalm, of gewoon de normale Vaseline of lipbalm. Maar je gebruikt alsjeblieft geen labello. Als je labello gaat gebruiken, dan blijf je bezig met smeren. Want in labello zit een stofje, daar worden je lippen ook uiteindelijk weer, als je dat langer gebruikt of langer laat zitten, droger van. Dus ik gebruik meestal Vaseline en dan tegen dat ik in de auto zit. En ik aan het wachten ben tot die kinderen hun gordel vast hebben of ingestapt zijn of nog het gepakt hebben. Dan doe ik eventueel nog een lippenstift, soms niet, soms wel. Ik heb hem hier überhaupt niet in, omdat hij echt in de auto ligt. Het is de Pretty Liars van de Ethos die ik gebruik. Of anders die van L'Oreal, de Two Tone 24 Hour Lasting. I don't know, die zit er ook niet in. Misschien als ik het straks weet, zet ik het even hierin. Maar dat is het dus, meer doe ik niet. Dit is het. Simpel. Ik ga een plipje eruit.
Dan zullen we even een beetje in daglicht gaan kijken, want dit is natuurlijk geen daglicht. Een beetje een raar plekje in mijn huis staan om een beetje natuurlijk daglicht te krijgen. Want als ik mijn raam ga staan, is het overbelicht. Maar dit is dus hoe het er dan uitziet. Het is niet perfect, het is niet mijn full-on face als ik uit eten ga of als we een feestje hebben of wat dan ook. Dit is echt gewoon mijn everyday. Ik ben met kinderen naar school en ik moet mensen onder de douche zetten. Verhaal. Dus ja, ik geef gewoon iets meer definitie aan mijn ogen. Een beetje het gevoel dat ik in ieder geval iets op mijn gezicht heb. Maar eerlijk gezegd, zoals ik zei, ik vind het prima om gewoon zonder make-up de deur uit te stappen en niks op te doen. Dus dit is in ieder geval mijn stapje boven make-uploos. Maar onder, ik heb een feestje of wat dan ook. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef een duimpje omhoog als dat zo was. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En laat even onder de comments jullie favoriete beauty product, een beauty must have, weten. Waar ga jij niet mee de deur uit zonder dat dat op je gezicht zit. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!